Welkom op het YouTube-kanaal Voyagante, waar we je meenemen op de mooiste stedentrips. In deze vijftiende video van de serie Stedengidsen presenteren we de stedengids van de bruisende metropool vol geschiedenis en cultuur, Berlijn. Laten we ons onderdompelen in de rijke geschiedenis en de levendige energie van deze stad aan de spree. Berlijn, gevormd door eeuwen van turbulentie en hereniging, weerspiegelt de dynamiek van de moderne geschiedenis. Van de Pruisische glorie tot de verdeeldheid tijdens de Koude Oorlog en de hedendaagse eenheid: elke straat ademt verandering. De belangrijkste bezienswaardigheden van Berlijn: Brandenburger Tor. De majestueuze Brandenburger Tor, het symbool van een verenigd Duitsland, nodigt je uit voor een reis door de geschiedenis, omringd door de grandeur van de Pariser Platz. Berlijnse Muur en East Side Gallery ontdek de overblijfselen van de Berlijnse Muur en bewonder de kleurrijke kunstwerken op de East Side Gallery, die het verhaal van een verdeeld verleden vertellen. Museuminsel, Museumeiland, Museuminsel herbergt een schat aan kunst en geschiedenis met musea zoals het Pergamon Museum en het Noyes Museum, een werelderfgoedlocatie. Alexanderplatz en de Fernsehturm. Alexanderplatz, het bruisende hart van Oost-Berlijn, biedt de iconische Fernsehturm met een panoramisch uitzicht over de stad. Checkpoint Charlie, Checkpoint Charlie, de voormalige grenspost tussen Oost en West, herinnert aan de tijd van de Koude Oorlog en de complexiteit van de Duitse deling. Holocaust Memorial, het Holocaust Memorial, een aangrijpend kunstwerk van betonnen blokken eert de slachtoffers van de Holocaust en nodigt uit tot reflectie. Potsdamer Platz, Potsdamer ooit verdeeld door de muur, is nu een symbool van moderniteit met wolkenkrabbers, winkels en entertainment. Tiergarten en Siegesoilen, geniet van de groene oase van Tiergarten en ontdek de triomfantelijke Siegesoilen met een adembenemend uitzicht. Berliner Dom, de imposante Berliner Dom, domineert de skyline, een meesterwerk van architectuur en het spirituele centrum van de stad. Berliner Zoo, ontdek de diversiteit van het dierenrijk in de Berliner Zoo, de oudste dierentuin van Duitsland. Uitgaansgelegenheden: Berlijn komt s'avonds tot leven met een overvloed aan uitgaansgelegenheden. Berlijnse nachtleven: duik in het legendarische nachtleven van Berlijn met zijn trendy bars. Underground clubs en eindeloze feestmogelijkheden. Kreuzberg en Friedrichshain. De wijken Kreuzberg en Friedrichshain bieden een eclectische mix van pubs, cocktailbars en alternatieve locaties. Theater en opera. Voor de liefhebbers van cultuur zijn er theaters en operahuizen die een scala aan uitvoeringen bieden. Openbaar vervoer. Om door Berlijn te navigeren kun je gebruik maken van een efficiënt openbaar vervoerssysteem: S-Baan en U-Baan. Het S-Baan en U-Baan netwerk is uitgebreid en verbindt alle delen van de stad, waardoor het gemakkelijk is om te reizen. Trams en bussen. De trams en bussen vormen een aanvulling op het metrostelsel en zorgen voor een flexibele reisoptie. Wijken om te vermijden. Hoewel Berlijn over het algemeen veilig is, zijn er wijken waar je waakzaam moet zijn, Nooikullen en Wedding. Sommige delen van Nooikullen en Wedding kunnen als minder veilig worden beschouwd, vooral Savonds. Martzan en Hellersdorf, Marzahn en Hellersdorf staan bekend om hoge werkloosheidscijfers en kunnen als minder aantrekkelijk worden beschouwd. Dank je wel voor het meereizen naar Berlijn op Voyagante. Bezoek ook onze website www.voyagante.nl. Op de website kun je ook een gratis e-book downloaden met de zeven leukste stedetrips. Vergeet ook niet te abonneren op dit YouTube-kanaal voor meer boeiende stedetripavonturen. Laat ons weten welke stad je als volgende wilt ontdekken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer op Voyagante.